Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de wijziging van de wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer. Ik heet welkom de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik heet de woordvoerders welkom. Ik heet de mensen op de publieke tribune welkom en degenen die dit debat via de livestream volgen. We hebben twee woordvoerders, dus ik denk dat we zomaar voor middernacht klaar zullen zijn. Ik stel voor in eerste instantie om vier interrupties te doen, twee dubbele of vier enkele. Maar op het moment dat het nodig is, kunnen het er ook meer zijn. Dat zien we straks wel. En dan open ik de beraadslaging, geef als eerste het woord aan de heer Van der Molen. En hij spreekt namens het Christendemocratisch Appel. Als je alle afkortingen standaard volledig gaat uitspreken, weet ik het niet of wij het voor middernacht wel gaan halen. Maar ik ben het met u eens, dat moet vast lukken. Voorzitter, al sinds geruime tijd is de Kamer ontevreden over situaties waarbij studenten onterecht een OV-boete krijgen. En dat kan voorkomen als een student met terugwerkende kracht uitgeschreven wordt en de student niet doorhad dat dat zou gaan gebeuren. De student gaat er dan nog vanuit gebruik te kunnen maken van de OV-kaart, terwijl dat niet het geval blijkt te zijn. En puntje bij paaltje krijgt de student dan onterecht een OV-boete. In dit wetsvoorstel wordt onder andere geregeld dat het recht op het OV-reisproduct, vanaf dat er gereisd kan worden met andere betaalmethoden, centraal wordt geblokkeerd na het uitschrijven. En de bal ligt dan straks bij het uitchecken, het beëindigen van je OV-jaarkaart, dan niet langer bij de individuele student. Dat is winst. Maar het CDA heeft dan wel de vraagtekens bij waarom er dan volgens de wet die nu voorligt nog steeds OV-boetes uitgedeeld kunnen worden. Ik zou de minister willen vragen toe te lichten in welke situaties er dan nog moedwillig misbruik kan worden gemaakt als die OV-kaart dan toch centraal, zeg maar, uit wordt gezet. Of zijn er dan uiteindelijk met name de instellingen zaken te verwijten en zou de hele OV-boete dan niet beter in deze wet geschrapt kunnen worden? Maar ik zou graag van de minister daarop een nadere toelichting willen hebben. Voorzitter, de situatie rondom de onterechte OV-boetes heeft onder andere te maken met het feit dat er geen heldere definitie is van een diplomadatum. De datum waarop je uiteindelijk klaar bent met je opleiding. En dat raakt dan weer aan meer situaties die zorgen voor ongelijke behandeling van studenten. De grootste consequentie is uiteindelijk hoeveel recht studenten hebben op collegegeldrestitutie. Er is een helft van de instellingen die studenten pas uitschrijft als de examencommissie alles heeft kunnen beoordelen. De andere helft van de instellingen schrijft studenten met terugwerkende kracht uit op de datum waarop ze de laatste onderwijsverplichting hadden. Deze laatste groep studenten kunnen veel meer collegegeld terugvorderen dan de eerste groep. Stel bijvoorbeeld dat je op 20 oktober je laatste tentamen hebt afgelegd. De docent moet het nog nakijken en dan moet de examencommissie er dan ook nog eens naar kijken. Voor je het weet ben je dan als student 2 maanden verder. Sommige studenten kunnen dus voor deze maanden collegegeld terugkrijgen omdat ze met terugwerkende kracht uitgeschreven worden en andere studenten niet, omdat de instelling dat niet wil doen. En voor 2 maanden gaat dit voor de gemiddelde student dan om €400. Voorzitter, dit verschil in hoe instellingen omgaan met de diplomadatum heeft naast gevolgen voor de OV-boete en restitutie van het collegegeld ook gevolgen voor de doorstroom. En dit speelt zich met name af als studenten nog een herexamen moeten doen in de zomermaanden. Kortom, het niet echt weten wat de uiterste datum is, de datum waarop je uitgeschreven wordt, daarvan zijn de consequenties fors. En al sinds de zomer van 2020 wordt er met het hoger onderwijsinstellingen gezocht naar een eenduidige definitie. En het tot op heden is dat niet gelukt om de neuzen van die instellingen dezelfde kant op te krijgen. En denk ik als compliment, in het mbo is dat wel gelukt. Graag hoor ik van de minister waarom het bij het mbo dan wel gelukt is en voor welke oplossing zij hebben gekozen. Voorzitter, studenten hebben hier last van, ook omdat ze elkaar spreken en het overal bij instellingen weer anders blijkt te werken. Dat geeft natuurlijk onzekerheid en een verkeerde en verschillende manier van behandelen van studenten. Het CDA wil dan ook dat hier helderheid over komt. Want als je al sinds de zomer van 2020 bezig bent om te definiëren wat nou die datum van uitschrijving is, dan wordt het denk ik toch echt tijd dat de minister regie op zich neemt. En we willen dan ook als CDA dat de minister zijn verantwoordelijkheid neemt en met een voorstel komt hoe die instellingen om moeten gaan met de diplomadatum. En wel op zo'n manier dat het voor studenten het meest financieel gunstig is. En op dat punt overweeg ik een motie, maar ik hoor ook graag de reactie van de minister. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van der Molen. Dan geef ik het woord aan mevrouw Westerveld en zij spreekt namens GroenLinks. Dank voorzitter. Voorzitter, het is misschien wel een leuke anekdote om te vertellen dat toen de OV-kaart werd ingevoerd, dat toen studenten massaal daartegen protesteerden, omdat het toen een bezuiniging was op de eigen studiefinanciering. En in de jaren daarna is natuurlijk heel vaak die OV-kaart onder druk gezet. Ik weet dat zelf ook nog, toen ik 15 jaar geleden bij de Landelijke Studentenvakbond voorzitter was. Heel erg veel vragen van studenten over de OV-kaart. Maar goed, er gaat allemaal vanavond het debat niet over, dat weet ik ook wel. Het debat gaat vandaag vooral over een technische wijziging. En we hebben natuurlijk ook al in de schriftelijke beantwoording gegeven dat we het op zich eens zijn, dat we het heel logisch vinden dat er een technische wijziging is. Want onoplettende studenten hebben de afgelopen jaren tientallen miljoenen aan boetes betaald, omdat ze vergeten waren of niet goed wisten dat ze hun studentenreisproduct moesten stopzetten. En dat was in 2014 maar liefst 53 miljoen euro. In 2016 was dat 40 miljoen euro. En gelukkig vorig jaar slechts zeg ik dan, maar het is nog steeds veel, 5 miljoen euro. En met deze wetswijziging komt er hopelijk ook een eind aan. Maar ik wil wel de minister vragen, want die boete, als ik het goed begreep, die studenten moesten betalen, die gingen naar die vervoerders toe. Zorgt dit wetsvoorstel ook niet op een of andere manier dat toch weer aan die kaart wordt beknibbeld, omdat er minder inkomsten zijn vanwege minder boetes? Misschien kan de minister daar in zijn beantwoording nog even op ingaan. Voorzitter, dan heb ik ook een paar vragen nog ter verduidelijking. Een aantal vragen sluit ik aan bij collega Van der Molen. Want wij lazen ook in de beantwoording op de vragen van de CDA-fractie dat studenten wel nog steeds een boete kunnen krijgen als de onderwijsinstelling een uitschrijving niet meteen doorgeeft. Daar zitten grote verschillen tussen. Ook tussen mbo en hoger onderwijsinstellingen. Want mbo-instellingen hebben hier 7 dagen de tijd voor. Hogescholen, universiteiten 8 weken. Nou, ik kan me voorstellen dat dat te maken heeft met de problematiek. Eigenlijk met de verschillende systemen die de heer Van der Molen schetste. Maar ik hoop dat de minister daar verder op in kan gaan. De minister die wil ook met DUO in gesprek om hen ook daarop te wijzen. En ik vraag me af, wij vroegen ons af of hij ook gaat monitoren hoeveel die boetes komende jaren nog zijn en hoe vaak het gaat gebeuren. Voorzitter, dan blijven er nog een aantal gevallen over waarbij studenten zelf het studentenreisproduct moeten stopzetten. Bijvoorbeeld als een student niet blijkt voldoen aan de vooropleidingseisen, maar al wel dat studentenreisproduct gebruikt. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk logisch, maar tegelijkertijd we weten dat de communicatie de afgelopen jaren niet optimaal was. Dus hoe gaat de minister ook zorgen dat studenten, eigenlijk beginnende studenten, ook goed worden voorgelicht? En hoe gaat hij ook internationale studenten goed op de hoogte brengen van de nieuwe situatie? En dan voorzitter nog één punt dat buiten de scope van dit debat gaat, dat weet ik. Maar toen ik bij de Landelijke Studentenvakbond zat, hebben we ook best wel vaak de discussie gevoerd van hoe zorg je het nou voor dat studenten toch zoveel mogelijk ook als ze zijn afgestudeerd in het openbaar vervoer blijven. En niet al meteen van hun eerste salaris een auto gaan kopen. Ik weet dat dat niet bij dit debat eigenlijk ligt. Ik weet ook dat deze minister niet primair de eerste verantwoordelijke is. En ik weet ook dat nu het openbaar vervoer ontzettend onder druk staat. Maar misschien is dat eens om in toekomstige gesprekken met de collega's mee te nemen. Want het lijkt me goed dat ook mensen, als ze zijn afgestudeerd, nog zoveel mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer en dat we daar ook flink in investeren. Dank u wel, mevrouw Westerveld. Daarmee eindigt de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Ik kijk nu vragend naar de minister om erachter te komen. Hij heeft 5 minuten nodig. Dat betekent dat ik schors tot 10 minuten voor 10.
Ik de beraadslaging. En ik geef het woord aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voorzitter, we spreken vandaag over het wetvoorstel tot wijziging van de wet studiefinanciering 2000. Dat gaat om dat we eigenlijk de OV-chipkaart aan het uitluiden zijn en naar een nieuw systeem voor betalingen in het openbaar vervoer gaan. Dat werkt nu nog met die chipkaart. En uiterlijk 2025 wordt het vervangen door een nieuw systeem. Bijvoorbeeld dat je via je mobiele telefoon of je bankpas in en uit kan checken bij het openbaar vervoer. Nou, Nederlandse studenten hebben recht op het studentenreisproduct. Zodat, zoals u weet, de onderwijslocatie altijd toegankelijk moet blijven. En we spraken hierover omdat we met die nieuwe betaalmethodes ook een nieuwe drager krijgen eigenlijk van het studentenreisproduct. En daardoor moeten er enkele bepalingen in de wet eigenlijk onafhankelijk worden van de techniek die we daarbij gebruiken. Nou, die nieuwe methoden zullen ongetwijfeld voordelen bieden. Het wordt gebruiksvriendelijker en belangrijk ook, het is straks niet meer nodig om het studentenreisproduct actief stop te zetten bij een fysieke ophaal. Automaat. En een bijkomend voordeel, en daar praten we over, is dat daarmee de kans op boetes, OV-boetes, gaat afnemen. Nou, het werd al net al gememoreerd door mevrouw Westerveld dat die boetes, die zijn al afgenomen. Waar het in 2014 bijna 53 miljoen euro was, is het nu ongeveer 5 miljoen. Er zijn een aantal dingen die daarbij bijgedragen hebben. Sinds 2019 krijg je alleen maar een boete als je ook daadwerkelijk gebruik maakt van het reisproduct. En vanaf 2021, als je probeert met zo'n verlopen pas te reizen, dan valt die eigenlijk automatisch, vervalt die. Dat heeft geholpen, maar wij denken dat met de nieuwe betaalmethodes de dienstverlening voor studenten nog beter wordt en dat ook het aantal boetes wordt verkleind. Dat gaan we doen, maar er zijn een aantal vragen gesteld en die wil ik nu graag op ingaan. Dus de heer Van der Molen vroeg van ja, waarvoor hebben we überhaupt eigenlijk nog OV-boetes nodig? Wat is de reden daartoe? En er is nog steeds een mogelijkheid tot misbruik en dan denk ik daar moeten we toch voor oppassen. Jongeren die bij DUO een studentenreisproduct aanvragen en toegekend krijgen, kunnen die al gebruiken voordat DUO de inschrijvingsgegevens voor onderwijsinstelling heeft ontvangen. Dus denk maar, je meldt je aan bij het begin van het collegejaar. Gaat het reisproduct geven. Het duurt een tijdje voordat instellingen al die inschrijfgegevens aan DUO hebben doorgegeven. Het voordeel is natuurlijk toch dat op deze wijze studenten onmiddellijk kunnen gaan reizen. Maar als dan achteraf blijkt dat iemand zich helemaal niet ingeschreven heeft, dan heb je eigenlijk gewoon een aantal, misschien wel een aantal maanden vrij kunnen reizen. En dat is een loophole, denk ik, die, laat ik zo zeggen, als die mogelijk wordt, dan kan ik me voorstellen dat die zo heel snel bekend wordt. En in dat geval, dus wel het reisproduct aanvragen, je niet inschrijven, ja, daar wil je eigenlijk, dat is onrechtmatig gebruik. En daar wil je, denk ik, nog steeds de mogelijkheid hebben om om die gevallen een boete op te kunnen leggen. Dat is één antwoord. Dan vroeg de heer Van der Molen, hoe komt het nou eigenlijk dat het verschil is tussen mbo en HO? Daar zijn een aantal redenen. Laten we zeggen, ik ben groot voorstander om mbo en HO zoveel mogelijk gelijk te trekken. Maar ik denk in de praktijk is het afstuderen bij het mbo toch wat anders is. Dus bij het mbo is de diplomadatum het moment waarop de examencommissie vaststelt dat de student is geslaagd. Dus dat is het moment. Dat is in de wet ook zo geregeld. In het hoger onderwijs, u gaf al aan dat er grote verschillen zijn. En wat daar typisch toch gebeurt, dat het afstuderen is dan vaak inscriptie. Nou, die inscriptie wordt ingeleverd en dan moet je gewoon een tijdje wachten. Vaak in de zomer kan het nog wat langer worden voor die scriptie wordt nagekeken. En dan heb je dus de keuze van, is het moment van afstuderen op het moment dat die examencommissie vaststelt dat je overal aan voldoet, of is eigenlijk het moment waarin je die scriptie hebt ingeleverd. En dat geeft het verschil. Maar het is dus, ja, er is een praktische reden waarom bij het mbo
de diplomadatum ook het moment is van de examencommissie. Het terugwerkende kracht zou denk ik ook niet zo enorm veel verschil hebben gemaakt. En B, het is ook in de wet geregeld. Is de vraag eigenlijk belangrijker, wat gaan we nu doen om met die verschillen tussen die instellingen? En in hoeverre werken die ten voordele of ten nadele van de studenten uit? Want we natuurlijk gewoon zien, als je eigenlijk met terugwerkende kracht kan worden uitgeschreven, dan hangt een beetje vanaf wanneer je dat precies in het jaar doet. Maar op een heleboel situaties kan de student inderdaad door dat collegegeld daar restitutie over te vragen, kan eigenlijk gemakkelijk een paar honderd euro verdienen. Het risico is wel dat je natuurlijk, daarvoor hebben we dan ook die situatie met de boetes, dat als je nog niet zeker weet dat je afgestudeerd bent, misschien wel gewoon gereisd hebt. Je weet natuurlijk niet zeker dat het resultaat positief zal zijn. Dat is het argument. Ik voel en ik deel dat ongemak dat eigenlijk de helft van de instellingen de ene methode, de andere helft de andere methode gebruikt. Het werd het argument gegeven van ja, als je met terugwerkende kracht doet, kan het financieel gunstig uitpakken. Zeker als je naar collegegelden gaat kijken. Ik moet wel daarbij aantekenen. We gaan natuurlijk toch ook hopelijk vanaf volgend jaar de basisbeurs introduceren. De vraag is, wat betekent dat dan precies? Want loop je misschien ook wel 2 maanden basisbeurs, misschien voor sommige studenten, mis. Moet je die dan ook weer terug gaan boeken? Dus eigenlijk hoor ik gewoon toch de vraag van, ja, kun je dan nog eens uitzoeken, minister? Dan kun je eens kijken van wat nou het meest redelijke is. En redelijk in die zin van dat in het voordeel van de studenten werkt. Nou, ik heb de Vereniging van Hogescholen en Universiteiten Nederland gevraagd een verkenning uit te doen naar de verschillende mogelijkheden. Daar zijn ze al heel eind mee gevorderd. Die verwacht ik ook vrij snel. En wil ik eigenlijk kijken op grond van die verkenning van de instellingen, wat daar nu eigenlijk de beste oplossing is. En ik ben zeer gevoelig voor het argument dat we daar eigenlijk gewoon een heldere lijn in moeten hebben. Ik zou me kunnen voorstellen als je denkt van ja, wat is nou het beste voor de studenten? Dat het best een lastig antwoord kan zijn, want er is niet de student, er zijn verschillende groepen. En het zou best wel eens voor de ene, zou het ene scenario voor het andere scenario gunstig uit kunnen pakken. Dat kan ik op dit moment niet zien. Ik wacht die verkenning af. Ik kan ook wel zeggen dat, je zou kunnen zeggen, goh, schakel mbo en ho gelijk. Ja, dan zou je dus echt het moment van de examencommissie moeten bepalen, zoals we dat bij mbo doen. Maar nogmaals, er zijn ook goede argumenten die een aantal van de instellingen op dit moment doen om ook die terugwerkende kracht in te voeren. En nogmaals, de manier hoe je afstudeert in het mbo en in het ho is toch wel heel erg verschillend. De heer Van der Molen van het CDA heeft een vraag. Ja, voorzitter, dat laatste, dat snap ik goed. Mijn vergelijking was niet zozeer dat de manier van afstuderen gelijk was, maar dat het blijkbaar lukt om in het mbo op vraagstukken over doen we allemaal wel hetzelfde, het eigenlijk vrij vlot geregeld kan worden. Terwijl we het daar ook hebben over een heel aantal instellingen, maar in het hoger onderwijs niet. Maar mag ik de opmerking van de minister zo begrijpen dat uiteindelijk het de minister zal zijn die dan ook een norm gaat stellen? Want als instellingen wordt gevraagd die ruimte te nemen om zelf eruit te komen, maar al sinds 2020 bezig zijn, dan wordt het, en ik hoop dat de minister dat met mij eens zijn, het wel tijd dat de minister er misschien een klap op gaat geven. Heb ik hem zo goed begrepen? De minister? Voorzitter, ik kan die vraag van de heer Van der Molen positief beantwoorden. Ik deel met hem het ongenoegen dat er eigenlijk zulke verschillen zijn. Sowieso zal de een beter dan de ander uitwerken. Dus waarvoor kiezen we dan diegene die het beste uitwerkt? Is de reden waarom die instellingen dat niet gelijk doen, omdat ze daar gewoon geen zin in hebben of dat het een hoop werk is? Ik denk dat het gewoon wel helder is voor al onze studenten om daar gewoon een uniforme regeling in te hebben. Dus ik sta zeer welwillend ten opzichte van dit verzoek om dit nu eens een keer gewoon gelijk te trekken. Maar hoe dat dan moet, dat wil ik dan toch ook wel echt eventjes die verkenning afwachten.
En dan wil ik ook even alle factoren daarin meenemen. En ook de nieuwe vorm waarom ons stelsel van studiefinanciering gaan inrichten. En wat daar dan precies de consequenties zijn. De heer Van der Molen heeft nog een vervolgvraag. De heer Van der Molen, CDA. Ja, voorzitter. Voor dat laatste ben ik zeker te porren. Want ik deel met de minister de blijdschap dat wij het leenstelsel gaan terugdraaien. Dus ik hoop ook dat wanneer die beurzen er weer zijn voor de studenten, dat we ook kijken wat de impact daarvan is. Maar mag ik de minister vragen, voorzitter, welke deadline hij de instelling heeft meegegeven? Want als we nu al 2 jaar bezig zijn, ik zou niet nog hier als Kamer 2 jaar willen wachten op dat we het antwoord van de minister hebben. Dus op welke termijn kan de Kamer dat verwachten? De minister. Voorzitter, ik kan uw Kamer toezeggen dat ik dan begin 2023 verwacht eigenlijk die verkenning aan het einde van het jaar. Dat begin 2023 daar toch een beslissing over neem en dan uw Kamer informeer over de voortgang. Ja, binnen 2,5 maand, maar de heer Van der Molen heeft nog een vraag. Ja, voorzitter. En dan zou ik nog even terug willen komen op het punt wat de minister maakte, dat het voor het mbo geregeld is in de wet. We hebben veel uitzoekwerk gedaan op weg naar vandaag. Daaruit bleek ook dat het voor het hoger onderwijs dat niet het geval is. Dat het niet in de wet staat, maar in een regeling. Is de minister bereid om, als hij uiteindelijk de teerling geworpen heeft, op welke manier wij er uniform mee omgaan, om het hoger onderwijs net zo te behandelen als het mbo, door dit dan ook in de wet op te nemen, zodat iedereen precies weet wat de definitie van een diplomadatum is? De minister. Voorzitter, dat wil ik zeker wel overwegen, maar ik ga nu niet al vooruitlopen op mijn beslissing dat ik weet dat het in een wet moet worden opgenomen. Misschien kunnen we het op een andere manier regelen. Maar ik kan wel onderschrijven dat ik ook vind, samen met de heer Van der Molen, dat er eigenlijk gewoon een uniform moet beeld zijn voor de student. Dat niet uit moet maken welke instelling of je wel of niet een gunstige regeling hebt. En dan zal ongetwijfeld een van de twee regelingen zal gunstiger uitpakken dan de ander. Dan, voorzitter, waar ik doorgaan met een aantal vragen van mevrouw Westerveld. Zij vroeg denk ik ook wel terecht van die boetes, als die nu gaan wegvallen, is dat toch een verkapte beknibbeling op de studiefinanciering. Daar kan ik emfatisch zeggen nee, dat wordt het niet. In het regeerakkoord heb ik ook vastgelegd dat die OV-reisproduct gewoon blijft. En dat is gewoon, dat blijft geregeld. En dat betekent niet dat als die boetes zouden wegvallen, dat daarmee het budget verlaagd gaat worden. Dan vroeg mevrouw Westerveld ook naar het monitoren. Ja, dat gaan we doen. We gaan actief monitoren welke studenten te maken hebben met die trage uitschrijving. Dat is die 7 dagen termijn in het mbo en die 8 weken termijn in het HO. En in dat soort, dus als je daar voorbij loopt, dan heb je recht op restitutie van de boete. Zoals ik al eerder uw Kamer heb toegezegd, voorzitter, gaat DUO ook vanaf het najaar die OV-boetes als gevolg van trage uitschrijving gaat die ook kwijtschelden. Dan voorlichting. Ik ga zeker in gesprek met DUO om die voorlichting nog te verbeteren en aan te scherpen. Dat geldt voor het huidige regime, maar het geldt ook helemaal naar de overgang die we gaan meemaken vrij snel al. Denk al dat in 23 misschien de eerste stappen, maar zeker in 24 moet natuurlijk massaal worden overgegaan naar het nieuwe systeem. Dat we daar heel nadrukkelijk die voorlichting aan alle studenten, ook de internationale studenten, waar ik kan me voorstellen misschien nog wel eventjes wat verwarrender is, dat DUO dat actief gaat ondernemen en in gesprek gaat met die studenten en proberen zo goed mogelijk hun mee te nemen. En tenslotte de vraag, hoe zorg je ervoor dat studenten ook na hun studie het openbaar vervoer blijven gebruiken? Nou, we hopen natuurlijk allereerst dat het een positieve ervaring is tijdens hun studententijd. En ik weet, er zijn allerlei uitdagingen in het openbaar vervoer, maar de staatssecretaris van INW is iedere dag heel erg hard aan het werk om het openbaar vervoer zo goed mogelijk te ondersteunen. En ik ga deze boodschap van, hoe kunnen we deze populatie van studenten die na hun afstuderen, hoop ik met goede ervaring bij het openbaar vervoer, ook langjarige gebruikers van het openbaar vervoer
kunnen laten blijven. Die boodschap ga ik zeker aan haar overdragen. En dat waren mijn antwoorden op deze opmerking. Ik dank de minister voor zijn antwoorden. Ik kijk even naar de Kamerleden. De heer Van der Molen heeft in elk geval behoefte aan een tweede termijn, dus ik geef hem het woord. De heer Van der Molen, CDA. Ja, voorzitter. Ook omdat ik in het eerste termijn aangaf overwoog een motie in te dienen. Daar zie ik vanaf, omdat de minister hele heldere toezegging heeft gegeven over het vervolg. Als CDA vragen we al langer duidelijkheid voor studenten. Studenten die dan door hun instelling nul op de request krijgen als ze zeggen, kunt u mij met terugwerkende kracht uitschrijven? Want dan kan ik nog wat collegegeld terugkrijgen. Ja, die lopen dan tegen de instelling op, terwijl ze een andere student dat wel gehonoreerd zien krijgen door een andere instelling. En dan, dan voelen ze zich gedupeerd. Maar ik proef bij de minister ook de bereidwilligheid om daar gewoon duidelijkheid in te bieden. En vanuit het CDA alvast dan toch nog de dringende oproep om te overwegen om dat ook in de wet vast te leggen. Maar ook het verzoek om in de brief die dan nog naar de Kamer gaat ook nog even helder uiteen te zetten waar dan de regels voor het mbo wettelijk zijn opgenomen. Want zoals ik al aangaf, hebben we best veel tijd gestoken in dat helemaal helder krijgen. En kregen we ook niet van het ministerie helder waar nou die wettelijke bepaling voor het mbo te vinden was. Dus als u de Kamer dan toch informeert, dan graag ik op nog dit punt. Maar ik zou vanuit het CDA er wel voor willen pleiten om, als er dan een helderheid wordt geboden aan instellingen in het hoger onderwijs, om dat dan net als het mbo, als dat zo is, ook wettelijk vast te leggen. Want dan gaat het ook om de rechtsgelijkheid van studenten in het hoger onderwijs. En daar zijn we als CDA voor dat we dat weten te versterken. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Van der Molen. Ik kijk naar mevrouw Westerveld. Die heeft geen behoefte aan tweede termijn. Ik geef de minister nog even de kans om daarop te reageren. Voorzitter, nogmaals dank voor dit debat en ook dank voor de vervolgvragen van de heer Van der Molen. Ik denk, ik kan deze vragen allemaal toezeggen. We doen dat met veel plezier. Ook kijken wat nou de beste manier is om, als we daar een duidelijk beeld over hebben, hoe dat te verankeren. Nogmaals, ik ben zeer gevoelig voor het feit dat we alle studenten in het mbo, in het HBO, in het WO, zoveel mogelijk gelijkelijk behandelen. Maar het zou best wel eens de uitkomst van deze exercitie zou kunnen zijn dat we wat betreft dit element juist eigenlijk MBO en HO weer anders behandelen. Maar nogmaals, er zou dan ook goede reden voor kunnen zijn omdat gewoon het afstuderen in het hoger onderwijs een ander karakter heeft. Waarbij je een langere periode hebt, waarbij je misschien moet wachten op de uitslag van je laatste onderwijsinspanning. Dat is dan toch heel vaak een scriptie. Dus er zijn allerlei redenen om dit af te ronden in de richting van de student. Dat voel ik als een hele duidelijke boodschap, die omarm ik. Ik ga toch nog even heel goed kijken wat precies het financieel plaatje is en wat er onderaan de streep overblijft in de beide scenario's. En dan zeg ik dus nogmaals wat ik al eerder heb gedaan, de Kamer graag toe, dat ik begin van het volgend jaar met mijn standpunt komt en dat met u deel. En dat behelst dan ook de wijze waarop we dit op de beste manier kunnen vastleggen. En de aansporing van de heer Van der Molen om dat wettelijk te doen, net zoals bij het mbo hebben gedaan, is goed gehoord. Hartelijk dank. Daarmee sluit ik de beraadslaging over voornoemd wetsvoorstel. Over dat wetsvoorstel zal na het reces worden gestemd. Dat zal zijn 1 november. Ik dank de minister, ik dank beide woordvoerders, iedereen die dit debat gevolgd heeft, zowel vanuit de bankjes als vanaf de publieke tribune, als vanaf de livestreams. En ik sluit de vergadering van woensdag 19 oktober. Ik wens iedereen een prettige avond en in behouden thuiskomst met of zonder het openbaar vervoer.